Heerlijk sportief op de fiets, die Ruud Dilling. En inmiddels aangeschoven zoon en dochter van Ali. Jullie moesten ook in de kunst? Ja, nou ja, we houden er wel van. Hè? Dus dan gebeurt dat zo. Want jullie zijn allebei ook kunstenaars? Ja. Ja. En wat doe jij precies? Ik heb met name kunsten voor kinderen eigenlijk. Ik hou heel erg van mensen, vind dat heel interessant. En probeer hun karakters eigenlijk weer te geven in mijn schilderijen. En sinds wanneer schilder jij? Ja, ik weet niet anders eigenlijk. Nee. Maar ik denk dat ik een jaar of 14 was dat ik exposities misschien meedeed, 15. En sinds een aantal jaar ben ik nu ook echt bezig met illustreren, een beetje van wandelrouteboekjes. En daar ben ik een beetje bij blijven hangen. En zijn jullie geïnspireerd door je moeder, Erik? Ik denk wel dat het meewerkt hoor. Tenminste, vroeger mijn moeder die maakt natuurlijk schilderijen, want die was in ieder geval beeldend bezig. En dat stimuleert wel om zelf ook dingen te gaan doen. Maar ik denk ook wel dat het breder is hoor. Misschien algemene interesse en ook de omgeving die meespeelt. Ik denk dat het voor ons allemaal eigenlijk wel een heel belangrijke rol heeft gespeeld, toch? De plek waar we wonen. Kun je dat uitleggen? Hoe komt dat in jouw werk terug? Mijn werk handelt over in principe mijn autonome werk. Ik maak verschillende dingen, maar mijn meest vrije werk, dat handelt eigenlijk altijd over mensen en natuur. De plek van de mensen in de omgeving en hoe ga je daarmee om. En ik denk dat er wel iets is wat heel breed is natuurlijk, een algemeen iets. Maar tegelijkertijd dat het ook wel heel erg speelt als je een wat meer agrarische achtergrond hebt. Dus zo woont als hier. En is het dan ook zo dat je zelf ook op zo'n mooie plek woont? Nee, helaas niet. Ik streef er wel naar. Ik werk wel op een hele mooie plek. Ik werk bij de Besmene Molen, vlakbij Ommen. Dat is uiteraard fantastisch, maar ik woon midden in Ommen. Ik vind het ook wel een mooie plaats hoor, maar het heeft niet de vrijheid en de ruimte wat echt buitenaf wonen heeft. En jij? Ja, ik woon helaas ook niet buitenaf. En ik mis het wel heel erg, moet ik zeggen. Ja, want waarom mis je dat dan? Gewoon het lekkere, dat vrije. Dat als je zomers in de tuin zit, dat het lekker rustig is. En gewoon, ja, dat je kunt zijn hoe je bent. Wat meer, vind ik. Dat is mijn ervaring hoor. Jullie zijn allebei jonge mensen. Kun je van kunst rondkomen, Erik? Ja, ik doe mijn best. Maar dat wil wel. Ik vind het ook belangrijk om mijn vrijheid te houden. Dus om mijn vrijheid te houden sta ik ook 3 dagen voor de klas. Als docent beeldende kunst en vormgeving. Dus ook wel het beeldende gedeelte. Dat geeft me in ieder geval de vrijheid om iets meer te doen wat ik zelf wil. Dus niet te commercieel te werken, zeg maar. Maar aan de andere kant, er is ook altijd wel publiek voor, denk ik hoor, voor bepaalde dingen die gemaakt worden. Dus dat zie je ook bij mijn moeder eigenlijk. Die voor mij is zij niet gekomen tot herstel door te maken wat de markt interessant vindt, maar gewoon door te maken wat dichtbij haar ligt. En dat geldt denk ik ook voor jou en ook voor de dingen die ik maak. Dus ik verwacht dat op een gegeven moment al hoe beter gaat lopen. En je werkt als leerkracht. Ja. Wat doe je dan? Ja, docent beeldende kunst en vormgeving. Okay. Dus ik begeleid examen, leerlingen HAVO, VWO naar het examen toe. Ja, en dan het kunstexamen. Is daar nog veel animo voor? Ja, best wel. Maar ik ben ook een enthousiaste docent, denk ik hoor. Nee, maar er is veel animo voor, toch wel. Ja, we hebben geen grote school, dus een wat kleinere school. Maar ik heb toch wel klassen met, ja, het varieert 12, 15 leerlingen. Kijk, dat is natuurlijk niet heel veel, maar het zijn wel de leerlingen die ervoor kiezen. En die gaan er ook voor. En ik ben een beetje een vakidioot, dus het is wel mijn... Gaat om mijn de gebied. Kwaliteit en niet om de kwantiteit, nee, zeg absoluut, maar. Absoluut. Wat doe jij er nog bij? Nou, ik ben eigenlijk gewoon moeder. Maar dat is niet gewoon hoor, je bent moeder. Ik ben moeder van 4 kleine kindjes waar ik heel trots op ben. En dan is dit er heel leuk om naast te doen. Vier, dat is ook nog wel wat. Ja, maar ze zijn heel makkelijk hoor. Ja, ze zijn heel makkelijk, dus ze hebben geen trainingen nodig of een beetje bijsturing. Nee, dat hebben ze net weer niet nodig.